We moeten aan me voor. 2-1 verloren bij NAC Breda. Wat is jouw gevoel na de wedstrijd? Dat we wel goed beginnen, net als bij ons thuis. Alleen dat we heel snel zo'n lekkere voorsprong, zeg maar, ook al is die minimaal. Maar wel een voorsprong die jouw vleugels moet geven, dat we die eigenlijk best snel in de eerste helft weer weggeven. Ik moet zeggen, we blijven wel goed in de wedstrijd, maar ik denk dat het echt een vechtwedstrijd was. Het veld was niet top zo, maar met deze weersomstandigheden had je dat wel verwacht. We bleven wel in de wedstrijd, maar helaas 0 punten. Ja, je zegt zelf al, jullie schoten uit de startblokken. Wat was het strijdplan voor vandaag? Nou, we hebben van de week veel gezeten en dat we ons toch lekkerder voelden bij hoog druk zetten en dat iedereen zo in zijn energie en kracht kan komen. En ik denk dat je dat wel kon zien vandaag weer, dat we dan wel beter zijn, zeg maar. Ik denk dat je dat door heel de wedstrijd wel kon zien. Natuurlijk gaat er nog wel wat fout, maar we hebben in ieder geval energie getoond en lang in de wedstrijd gebleven. Wel. Hebben jullie in de rust ook iets omgezet, omdat jullie op achterstand kwamen? Nee, eigenlijk niet zozeer, want achterstand was heel minimaal. En ik vond niet dat hun zoveel sterker waren dan ons. Ik denk dat het gewoon een gelijk opgaande wedstrijd was. Dus eigenlijk hebben we niks anders gedaan. Zo op dezelfde voet verder en proberen in de wedstrijd te blijven en terug te komen. Zeg maar. Op basis van strijd eigenlijk wel een punt verdiend vandaag? Ja, vond ik wel. Alhoewel niet, maar dat is mijn beleving, niet hele grote kansen aan beide kanten. Maar ik vond hun niet beter dan ons en wij waren ook niet veel beter dan hun. Dus eigenlijk gelijkspel was wel verdiend geweest.